Even serieus. Goedemorgen mensen, welkom weer bij een nieuwe dag. Het is vandaag weer een hele gezellige dag. Ik ben letterlijk net wakker. Het is best wel... Waar is mijn telefoon? Ik had de tijd laten zien, maar dit vind ik altijd zo irritant als ik wakker word. Het dingetje is dus, heel vaak denken mensen altijd... Joh, waarom was jij zo laat op WhatsApp? En dan controleren ze je dus blijkbaar. Ik heb heel vaak dat ik dan WhatsApp zeg, maar dan lig ik zo in bed. En dan app ik en dan leg ik mijn telefoon naast me en dan val ik in slaap. En dat is... Dat is een foute eigenschap, dat weet ik. Daar ben ik ook aan het verbeteren. Maar het dingetje is dus, ik ben dus nou mijn dingen kwijt. Mijn telefoon. Ik weet zeker... Ah, kijk. En het is dus nu... Of ja, laat. Het is 12 uur geweest. Maar goed, ik ben dus nou net wakker. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga vandaag naar de stad toe in Breda, volgens mij. Samen met mijn moeder, mijn broer en mijn zoon. Nee, mijn vriendin. En dan gaan we dus even met z'n viertjes de stad in. En ik ga even checken of er iets te vinden is in Breda. En dat is eigenlijk dat. En het irritant is, ik was vandaag dus aan het slapen nu. Wauw. En mijn moeder belt in één keer op. Dus ik neem op en dan zegt ze, ben je wakker? Ik bedoel, dan ben je toch sowieso wakker als je opneemt. Maar goed, ik vind het dus altijd wel een lastige vraag. En ik heb hier, zeg maar, mijn raam zit hier. En die lopen soms wel eens van die spinnetjes lopen hier. Heel klein, hele van die kleine dingetjes. En die vallen dan zo, plup, op mijn hoofd. En dat is al 4 keer gebeurd of zo. Vandaag al. Op 1 dag. En dan voel ik iets kriebelen en dan slaap ik zo. En dan heb ik dus een spin op mijn hoofd. Maar goed, dat is dus een beetje de planning voor vandaag. Ik ga mijn eigen eventjes gauw aankleden en dan zien jullie mij zo weer. Ciao! Zo, goedemorgen mensen. We zijn al net wakker geworden. Althans, ik ben net wakker. Ik heb net even gedoucht. Even mijn eigen opgekleed. Kijk, nu als je aan. Hartstikke mooi. Kijk, mooi hè? €50, hè? Kan ik betalen. Ik heb zelf voor gewerkt. Maar in ieder geval, we gaan nu naar de stad toe in Breda. Ik ga samen met... Hallo. Hallo, met Jeske. Hallo. Goedendag. Als moeder. Hallo. Die grote is te groot, die zonnebril. Is niet mooi. Is niet mooi? Nee, serieus. Is niet mooi. Is niet mooi. Oh, come on. Ja. En mijn... Hoi, goedendag. Hey. Wat wilde jij zeggen, jongen? Ik wil niks zeggen. Helemaal niks? Helemaal niks. Helemaal niks, dat is ook mooi. Maar we gaan eens naar Breda toe en dan gaan we kijken of we daar iets kunnen kopen. En dan ga ik aan mijn moeder vragen of ze voor mij alles kan betalen. Ja, dit is nu. Ja, studiefinanciering, hè? Ja, die heb je al gehad. Ja. Doei. Betalen. Ja, betalen. Ja. Ik had een boom in. Dus tot zo. Oké. Okay. Goedendag mensen, we zijn nu hier in Breda. Ik zit nu uit het dak. Kijk, het is gezellig, iedereen zit daar zo. Ik dacht van, we gaan gewoon lekker staan vandaag. En we gaan dus nu naar de stad toe. We gaan even parkeren, maar het is hartstikke druk. En ja, het is jouw schuld hè, ik moest eerder vertrekken. Ja, sorry. Ja, ik kom weer te laat. Maar maakt niet uit. Oh, yes. Vind ik niet erg. Hey, dit is grapje, normaal. Grapje. Dat is normaal. Kom eens. Je bent zo koud. Nee, dat was een. Oké, maar goed. Dus we gaan nou eventjes naar de... Ja, de stad waar ik net al zei. En ja, het is kei gezellig, maar een beetje druk. Maar maakt niet uit. Vind ik niet erg, hè. Ik zou een deetje zetten. Daar hebben we thuis van, weet je wel. Balletjes. Sorry. Yo mensen, we zijn na een lange dag stad en zijn we weer thuis. En ik heb weer veel gekocht. Ik heb 2 blouses gehaald, een broek. En nog iets, ik weet zeker 4 dingen. En een t-shirt waar een hele gat in zit. Dat zal ik jullie zo meteen maar laten zien. En we gaan aan mijn moeder gaan naar het eten pakken, toch man? Zeg je? We gaan vandaag eten. Rijst met kip. Rijst met kip. Dus, en heb jij nog iets gehad? Nee. Je hebt toch iets van mijn moeder gekregen? Ja, een armband. Een armband. En ze heeft van mijn moeder een armband gekregen. Dus we gaan naar het eten. En mijn broer heeft ook heel veel leuke dingen gehad. Ik zal even laten zien wat hij heeft gehaald. Wat? Laat me even zien, jongen. Wat heb je gehaald? Helemaal. Laat de schoenen zien. Van alles. Kijk, er zijn een soort van Nike. Nike, weet je die? Pegasus. Pegasus. Ze is echt heel vet. En vers vestje en nieuwe dingen. Ziet er weer goed uit, jongen. Ja. En wat heb jij gehaald vandaag? Ja, wat heb jij gehaald vandaag? Gehaald? Ja. Niks. Hoezo niet? Moest werken. Gehaald, 2 shirtjes en sokken. Je hebt 2 shirtjes en sokken gekregen. Oh ja, ja, ja. 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 Zoals dat. Maar goed, voor de rest was het heel gezellig. We gaan even wat eten. En dan, ja, dan zal ik jullie zo meteen wel laten zien wat ik heb gekocht. En jij gaat zo naar huis toe. Dus jij kan alvast... Nou, zeker. Nee, maar ze gaat echt zo naar huis toe. Hoezo? Haar vader komt om 10 uur. Ja, waarschijnlijk een kwartier ja. Eerder. Als je haar... Een kwartier eerder. Dus. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar goed, dus wij gaan even gaan eten. En dan... dan zien we elkaar gauw weer. Ja. Maar jongens, ik laat jullie zo meteen zien wat ik heb gekocht. En dan... dat hè. Yo mensen, we hebben net even wat gegeten. Ik heb lekker rijst met kip op. En wat heb jij op?
Ook rijst met kip. Dat is heel toevallig. Maar goed, ik heb dus vandaag veel dingen gekocht. En het was buiten... Ik zal eerst zeggen de prijzen bij elkaar. Ik heb 20 euro of zo opgemaakt. 22,50 euro voor alles wat ik heb gekocht. Ik zal dus... kan je even de tas geven? Waar staat die? Wauw, serieus? Oh. Oké, okay, nou goed. Dit is wat ik heb gekocht. En doei! Doei! Nee, kijk, ik heb deze dingen gekocht. Dan kan ik jouw mening weten. Mij? Ja, wacht. Is dat in licht? Licht? Oh, sorry. Kijk, ik zal wel zo. Kijk, ik heb allereerst deze broek gekocht. Ah, lelijk. Nee, maar dan moet je me even vasthouden. Zo. Nou, even zo, zo. Deze broek. Kijk. Oh. En nou de achterkant. Oh. Kijk, en deze broek heeft 10 euro gekost. En dat was bij de Sting. Maar hij heeft een klacht. Zoals je ziet, hij heeft een klacht. En de klacht is dat hij hier, zeg maar hier. Hier toch? Ja. Heeft hij een gaatje. Maar ja, dat maakt niet uit. Gaatje, dat is niet erg. Okay, nee. Dus als het eerste dingetje, dan deze. En dat is heel tof, want deze wou ik eigenlijk een tijdje terugkopen voor 25 euro. Maar nou heb ik hem dus ook gekocht, hier, met de bloemetjes. En deze kostte 2,50 euro. En achter zit hier een hele gat. Maar dat kunnen, ja, als je dan een jasje overheen moet, dan zie je het niet meer. Dus ik had iets van, ja, 2,50 euro. Waarom niet? En dan het volgende dingetje. Ja, dus, ja, die is van H&M. Die kostte 5 euro, dat is een blouseje. Gewoon een helemaal zwart blouseje, niet bijzonder. Goeie meneer. Met een kruis, toch? Ja, een soort van kruis. Ja, dat. Meneer. En als laatste... Ja, de sok van mijn vader. En ik heb nog dat gehaald. Dat is een ander blouseje. Donkerblauw blouseje. Maar hij zit, zeg maar, aan deze kant. Hier zit ook een klacht. En er zit een scheur, zeg maar, in. Nee, ik heb hem hier al, een scheur. Er zit een scheur in. Maar ja, als je daar een zwart t-shirtje overheen doet, dan zie je het helemaal niet meer. Dus die dingetjes heb ik gekocht bij elkaar. En dat was... Ja, sokken van mijn vader. En dat was in totaal bij elkaar 22,50 euro. Dat is niet veel. Dus dat is een beetje wat ik vandaag heb gekocht. Morgen moet ik gaan werken. En jij moet morgen naar stage toe. Naar project. 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 Beide? Beekse Bergen. Lekker een leeuw spelen, die onderdag. Kan ook. Ja. Dus dat is dat. En mijn vader is over 5 minuten hier. Dus wat over 5 minuten ongeveer, 10 minuutjes wordt ongeveer opgehaald. Dan ga ik eventjes gauw nog even wat video's maken. Een beetje editen en alles. En dan zit het er weer op voor vandaag. En het was vandaag een leuke dag. Ik Zeker. Vond het heel tof. We lekker overal geweest in de stad. Lekker gezond gegeten. Ja, frieten. En 2 frikandellen. Hè? Ja, dat ging makkelijk in. Ja, wil iemand frikandellen? Ja, goed. Maar ik kreeg hem met moeite erin. Maar ik heb hem uiteindelijk opgegeten. Dus dat is een beetje de dag voor vandaag. En dan zit het eigenlijk een beetje op. Dus ja, dan gaan wij een einde maken in deze video. En onze vraag is vandaag... Wat doe je graag op je brood? Wat doe jij graag op je brood? Laat het jongen weten in de reacties. Wees creatief. Dat zou ik heel tof vinden. Ik ga ze allemaal doornemen in de reacties. Dus wat doe jij graag op je brood? En dan zien wij elkaar gewoon gauw weer terug met een nieuwe video. En wij zien elkaar gewoon gauw terug in de vakantie. Ja. Dus maar dat is dat. Jongens, ik bedank jullie voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En Twitter, Facebook en Instagram staat hieronder. Hieronder in de beschrijving. Ja. Kan je maar toevoegen. En hier staat de titel. En de titel staat boven. Nee, die staat eronder, toch? Onder. Oh ja, het staat onder de video. Eerst stond het altijd boven de video. Ja. Maar dan maak ik het. Jongens, bedankt voor het kijken. En wij zeggen... Ciao. Ciao! Yo guys, ik dacht van nou, misschien is het nog wel even leuk om wat te filmen. Wat ik dus net heb gedaan. Ik heb net even wat opgenomen. Wat ik even laten zien. En het werkt zo makkelijk. Ik heb die microfoon, die USB microfoon. En dat plug je in. Sony Vegas opstarten en dat neemt zo lekker makkelijk op. Dus ik heb net even wat opgenomen. Dus dat komt waarschijnlijk zit het nou online op mijn derde kanaal. Mocht je er interesse in hebben, check je het gewoon. Dus dat is een beetje dat wat ik vandaag heb gedaan. En ik wil even iets zeggen. Ik was namelijk net hier op mijn kamer en er was hier echt een keigrote mug. En die heb ik dus net helemaal kapot geslagen met mijn schoen. En dat is echt zo nasty. Misschien kunnen we hem nog eventjes zien, want ik heb hem buiten neergelegd. Dan moet ik even de flitser aanzetten van mijn telefoon. Werkt hij? Ja, kijk. En waarschijnlijk kunnen we hem nog wel zien. Even checken. Wow, waar ligt dat ding? Even kijken. Ik moet echt mijn telefoon niet laten vallen, want dan heb ik een heel groot... Oh ja, ziet hem hier liggen. Ik weet niet of jullie hem zien. Zie hem? Hier ligt hij. Ik weet niet of jullie het zagen. Even mijn flitser uitzetten. Maar goed, dus dat is een beetje wat ik dus meemaakte net. Ik dacht van, is wel leuk om te delen. Als ik ergens een scheidtegel aan heb, is het echt muggen. Echt in de zomervakantie, hier op zolder, dan is allemaal muggen. En dan denk ik altijd van, ah, dat is zo irritant, dat geluid, weet je wel. En dan, het ergste is, als je ze dan hebt doodgemaakt, en dan ga je pitten, maar dan hoor je het nog. En ook al zijn ze er niet, het geluidje speelt zich dan af in je hoofd. Ik weet niet of jij het een keer hebt meegemaakt, maar dat is zo lastig. Dat is echt niet chill. Maar goed, ik vind het heel leuk. Ik weet niet, wat vinden jullie eigenlijk van deze vlogs? Vinden jullie deze soort vlogs leuk? En dat is een beetje mijn vraag aan jullie, want ik vind het heel leuk om dit elke dag te maken.
Of regelmatig dan. Dus ja, laat het gewoon hieronder weten in de reacties. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik ga naar bed toe en ik wens je een hele fijne nachtrust. Jullie zien me morgen met een nieuwe dagelijks video. Slaap lekker en ik zeg ciao! Even serieus.